En onze volgende gast, die krijgt ook als allereerste gast in dit pand... Confetti! Leon Norman! Kijk, en je moet eventjes goed kijken naar de vormpjes. Zie je wat het is? Banaantjes. Ja! Banaantjes! Leuk, hè? En we hebben lekkere gebakjes dus voor je. En mag ik eentje pakken? Ja, ja. Zeker. Ja, ja. Ik pak die met het bananengezichtje. Ja, ik wil dit met karamel. Mm. Wat is dat? Ja. Maar Leon, vertel, hoe is het met je? Ja. Nou, heel goed. En, ik heb de mond vol. Oh. Met een banaan. Goed. Ik heb vandaag een single uitgebracht. Oh, echt waar? Vertel, wat hoe heet het? Het heet Moonshine. Moonshine? Ja, Moonshine. Jij zingt op Drents. Ja. Maar ja. Moonshine is geen Drents. Nee, dat is Engels. Ja, nee, het is inderdaad Engels. Maar dat is een Engels woord voor illegaal gestookte drank. Hè? Want dat wordt dan in de maneschijn, wanneer het donker is, gaan ze dat stiekem maken. Oh. Dus daarom heet het Moonshine. Maar voor de rest is het hele liedje gewoon Drents. Oh, maar dat drankje bestaat echt Moonshine. Ja. Weet je wat? En allerlei soorten. Echt? Ik heb een expert mee trouwens ook nog. Die weet er heel veel van. Dat is mijn beste vriend Roland is erbij. Drummer van de band ook. Ja. Die is even mee. En, maar met hem daar hebben we wel eens Moonshine gedronken, ja. Oh. Maar jouw liedje gaat over een drankje. Nou, eigenlijk over een reunie met vrienden. Ja. En met die groep vrienden heb ik gewoon eerder al wel eens Moonshine gedronken. En toen hadden we een reunie. Na heel wat jaren. En je ziet het, ik ben ook al wat ouder geworden dan toen wij de wilde... Hè, kijk eens. Oh, mijn wilde haren zijn al weg. En zo. Dus we waren allemaal wat rustiger en wat timider geworden. Dus die reunie was eigenlijk best wel een beetje... in het begin een beetje onwennig. Ja. En toevallig had ik die avond ervoor met Roland en nog een vriend... zat ik in Zwolle, waar ik nu woon. In een wat ruigere kroeg zat ik gewoon aan de bar daar te vertellen. Van, ja, ik ga morgen dus allemaal die jongens van vroeger weer zien. En dat vertelde ik dus ook over dat we daar best wel veel met... dat soort dingetjes, moonshine dronken en zo. Gewoon gekke dingen deden. En toen luisterde de barman mee. En die zei gewoon met een grote grijns van... nou, kijk eens hier. En die pakte zo achter de... onder de toog had hij dus twee flessen moonshine tevoorschijn. Zo van, nou, heb je er zin in nu wat moonshine te drinken? Ja. Ja. En toen zei ik, nou ja, kom maar op. Ja. Dus wij moonshine drinken. Toen dacht ik, ja, dan moet die fles ook meenemen naar die reunie die dag daarna. Nou goed, je raadt het al, de sfeer kwam er natuurlijk al gauw in toen die moonshine weer tevoorschijn kwam. Ja. En dat was eigenlijk zo'n bijzondere avond en nou, sowieso een reunie, mensen weer zien. Een mooi thema om een liedje over te schrijven. Absoluut, want ik heb de clip ook al gezien. Een hele bijzondere clip, daar komt ook een stukje voor met Ma Vlodder. Ja, ja. Wat is het geheim van Ma Vlodder? Wat is dat dan? Ja, ze heeft wel heel veel gezichtscreme gebruikt volgens mij, want ze is een tikkeltje jonger. Nee, maar Vlodder is juist wat ouder geworden. Ze is afgevallen ook. Oh, daar had mijn lenzen niet in. Nee, je moet die clip moet je heel vaak ook bekijken, mensen, op YouTube. Dus ik krijg veel streams en zo. Ja. Maar dan kun je het goed zien. Maar Vlodder, Nelly Vrijda, die maakte natuurlijk in de serie... Maar Vlodder maakte zelf whisky. Ja. Ja, dat was ook een beetje moonshine wel. Ja. Dus die vond er wel bij passen. Ja. Dus dat was een beetje de link. Oh, ja. Daarom stond ze er rendement. Ja, ze vond het leuk om te doen. En, ja, want wij hebben de clip vanmiddag bekeken, maar hij is wel echt gruwelijk professioneel, ja, ook, hè? Joh. Yes, dat ja, hij ziet er zo sick uit. Ja, er is echt over nagedacht. We gaan het zo meteen ook bekijken. Ja. Maar hoe kom je erop? Heel mooi om te horen dat jullie het dus echt professioneel vinden. Want we wilden elke keer een stapje verder. Ja, dus dat was ook een van de redenen dat we dachten... we moeten nu... Nou, degene die de video maakt, Roy van Veen... Die is supergoed daarin. Die heeft ook het materiaal ervoor. En toen zeiden we, hoe kunnen we het nog weer mooier maken dan de vorige keer? Nou, hij kan ook goed een script bedenken. Dus ik had wel ideeën. We hebben gebrainstormd. En toen kwam er eigenlijk dit eruit. Van ja, het past heel goed bij het liedje zo, dit verhaal. En eigenlijk beelden we het verhaal zoals ik het net vertelde. Ja, dat is wat tof aan deze clip. Als je de clip ziet en je zet je geluid uit... dan snap je alsnog het verhaal. Ja. En ik vind tegenwoordig dat videoclips niet altijd meer heel veel doen met het liedje. Nee. Maar dit is echt gruwelijk. Het past als een jas. Ja. Het liedje, de tekst, de clip. Ja. Het is allemaal bij elkaar. Super mooi om te horen. Ja, en ook gewoon de shots met de vriendengroep van vroeger. Ja. En dan zit je er zelf natuurlijk in als oude Leon. Oudere Leon. Ja. En grapjes en een zwembad. En alles zit erin. Het is echt heel mooi. Ja, we hebben ook, omdat Moonshine is natuurlijk van origine iets Amerikaans. Ja. Dus ik wilde ook wel een beetje die stiekem een beetje dat ouderwetse Amerikaanse clips... waar dan het poolparty is en zo. Dat vond ik ook wel gaaf. Dus dat heeft ook een beetje wat weg van de Jonas Brothers en dat soort dingen. Oh ja. Ik heb niet zoveel clips van hun gezien, maar als dat volgens mij klinkt goed. Ja, dat is goed, ja. Nou, we moeten er niet langer over praten, want we praten zo meteen natuurlijk met je verder. Dus je bent al lang niet weg. Ga lekker in. Ja, maar we praten zo verder, want we willen die clip natuurlijk zien. Hij is vandaag officieel uit. Neem ik even een brownie. En je gaat hem hier voor de allereerste keer zien. Ja. Dit is Leon Norman en Moonshine. We zijn allemaal weg.
Zo'n trip waar je zelf niet moet rijden. Ik pak de taxi of neem de trein. Al een jaar geleden dat ik ze heb zien. Die boys waar ik mijn lezen kon en schreef. Met dag en daar er altijd zo zo blieb. Niet veel te zien, niet veel te zijn, niet. Maar de mannen schien die helpt ons de bie. We drinken moesjaar de merk me, ben in weg van een vrouw. Het giet al gauw weer over mij, die is van toen. En iedereen die even sterk verhaal. Vandaar springt mij weer eens dezelfde taal. Zo ting het einde van de plots even stil. Zoveel beleefd en na toch zo'n groot verschil.